De Koninklijke Marechaussee voert mobiel toezicht veiligheidscontroles uit aan de grens. En bij die controles selecteert de Koninklijke Marechaussee mensen mede op grond van hun etniciteit. Of bijvoorbeeld hun huidskleur. Ja, ik heb zelf ervaring met etnisch profileren. Ongeveer 2 jaar geleden ben ik zelf staande gehouden. Toen ik uit Rome naar Eindhoven kwam, Eindhoven Airport. Daar werd ik staande gehouden. Ik heb vragen gesteld waarom ben ik staande gehouden. En toen is mij verteld dat het te maken heeft omdat ze op zoek waren naar criminelen en of vluchtelingen. En de enige manier waarop ze mij eruit zouden kunnen pikken en anderen die ik zag, ook andere donkere mensen eruit zouden pikken, is vanwege mijn huidskleur. Dus mijn huidskleur vormde op dat moment dus een extra risico. Etnisch profileren is schadelijk. Het is discriminerend, het is stigmatiserend en het is onrechtmatig. En daarom is het PILP en JCM, waar ik voor werk, samen met een coalitie van maatschappelijke organisaties en 2 individuele burgers een rechtszaak gestart tegen de staat. We worden daarbij gesteund door een van de grotere advocatenkantoren in Nederland op pro bono basis. De samenwerkende organisaties en de 2 burgers die hebben de regering meermaals gewezen op de schadelijke praktijk van etnisch profileren. Nederland is ook vaker door internationale mensenrechtenorganisaties hierop gewezen en op hun plicht om hun burgers tegen discriminatie te beschermen. En toch is het nog steeds zo dat de Koninklijke Marechaussee en het kabinet vinden dat etniciteit ten grondslag mag liggen aan een selectiebeslissing en onderdeel mag zijn van een risicoprofiel. De Tweede Kamer weet dat en doet er ook niets aan. En daarom zijn cliënten genoodzaakt geweest een rechtszaak te starten tegen de staat. Er is een keer een uitspraak gedaan in 2016 door de Hoge Raad, hoogste rechtsinstantie. Maar daar is het eigenlijk maar heel terzijde aan de orde gekomen. In wat ze noemen een overweging ten overvloede. En daarin heeft de Hoge Raad gezegd dat etniciteit niet enkel of in overwegende mate de reden mag zijn voor controle. Het heikele punt is nu, mag het ook niet als je het mee laat wegen. Bij preventieve controles, dus als er nog geen enkele daad is gepleegd, je alleen maar denkt dat er misschien iets zal gaan gebeuren. En je gaat vooraf al mensen verdenken van iets wat nog niet eens gebeurd is. Dat je zeker niet op basis van een huidskleur of het uiterlijk of de nationaliteit mag gaan kijken. Die gaan we wel controleren en die anderen niet. Dat is frustrerend voor mensen. Dat is niet goed voor hun vertrouwen in de overheid. En je voelt je buitengesloten. En eigenlijk is het gewoon discriminatie. Amnesty heeft samen met anderen de staat gedagvaard eigenlijk om 2 redenen. De eerste is dat Nederland wetgeving heeft die discriminatie verbiedt. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en tegen de mensenrechten en de nationale wetgeving in en dus verboden. En we vinden dat het kabinet daar niet genoeg aan doet en daarom vragen we de rechter een uitspraak te doen. We doen dat samen met anderen omdat we dat heel erg belangrijk vinden, want we strijden al jaren tegen etnisch profileren, maar als je het met anderen doet, versterk je elkaars verhaal, want iedereen brengt vanuit zijn eigen kenniskunde en expertise kracht toe aan deze zaak. Nou, een rechtszaak, dat kun je als burger kun je dat doen. Als burger heb je verschillende dingen die je kunt doen. Je kunt je ergens voor uitspreken, je kunt stemmen. Maar je kunt dus ook op het moment dat je vindt dat jouw rechten geschonden zijn, in dit geval artikel 1 van de grondwet, dan kun je de rechter vragen om daar een uitspraak over te doen. En dat is eigenlijk wat wij hier doen. En we willen dat dat niet meer op een systematische manier gebeurt. Nou, ik hoop met deze rechtszaak te bereiken dat etniciteit niet meer gebruikt zal worden in selectiebeslissingen en dat etniciteit ook niet gebruikt zal worden in de risicoprofielen. Want zeg maar zelf, wat maakt het uit wat jouw huidskleur is? Op welke manier speelt jouw huidskleur een extra risico dat je een verdachte zou moeten zijn? En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Ik denk dat de internationale impact van een rechtszaak als deze groot is, omdat bijvoorbeeld onze Amnesty-collega's in België, de UK, Frankrijk en Duitsland eigenlijk kijken naar de resultaten van deze rechtszaak, dus de uitspraak. Want zij hebben eigenlijk vergelijkbare wetgeving waar discriminatie verboden is. En daarom kan de uitspraak ook voor andere landen, waar ook sprake is van etnisch profileren, echt gevolgen hebben.